Dames en heren, hartelijk welkom op de eerste avond van misschien een dorpsraad in oprichting. In ieder geval is het een onderwerp wat leeft, want de opkomst is ondanks het slechte weer boven verwachting. Dus daar zijn we hartstikke blij mee als initiatiefgroep. We hopen dat jullie een nuttige, zinvolle avond vanavond zullen krijgen. Mijn naam is Bernd Smits. Ik ben gevraagd door de initiatiefgroep om de avond voor te zitten, in goede banen te leiden. Om ervoor te zorgen dat jullie allemaal aan het woord komen en dat er heel veel input komt om te kijken of wij iets kunnen gaan betekenen voor de burgers in Moergestel in de toekomst. We hebben heel nadrukkelijk gekozen om straks in kleine groepen met elkaar in gesprek te gaan. Je hoort straks bij de groep waar de letter mee begint. En aan de nummertjes kun je al zien hoeveel mensen er in je groep zitten straks. We hebben kort even aangegeven wat we verwachten van deze avond en wat voor ons een probleem is wat we sowieso willen bespreken vanavond. En daar valt zeker ook zorg en welzijn onder. En we zijn nu eigenlijk aan het bekijken welke voorzieningen we in Moergestel zeker de moeite waard vinden die we ook moeten behouden. Is daar een hotel voor nodig? Of is een bed and breakfast? Wat is jullie officiële onderwerp? Is recreatie en toerisme. En komt er al wat uit? Want de meningen zijn nogal verschillend in deze groepen. Nee, de meningen komen best wel overeen. Af en toe een discussiepuntje binnen een geopperd idee. Je denkt wel dat de dorpsraad iets kan betekenen in deze? Wat is de eerste indruk van deze groep? Ik denk wel dat een dorpsraad heel belangrijk is in deze groep. Ja. Ons onderwerp is werken op het moment. Werken en de discussie, al resultaten? Ja, wij zijn eigenlijk al heel snel tot de conclusie gekomen dat Moergestel langzaam maar zeker een beetje een forense dorp aan het worden is. Wij hebben ons ook afgevraagd of er nog heel veel Moergestelaar ook hun inkomen in Moergestel verdienen. Of dat tegenwoordig niet veel meer buiten Moergestel is. En we zijn nu eigenlijk een beetje aan het discussiëren of daar een taak voor de dorpsraad zou moeten liggen, ja of nee. Wat vinden jullie met z'n zessen? Zou de dorpsraad hier iets kunnen betekenen? Nou, wij komen eigenlijk tot de conclusie dat het veel meer om het voorzieningenniveau gaat dan, dan om het werken zelf. Als je het hebt over winkeltjes in winkels en dergelijke in Moergestel. Wij hebben het idee dat daar voor de dorpsraad niet echt per se een taak weggelegd hoeft te zijn. Ons officieel onderwerp is het onderwerp wonen. Een heet hangijzer, denk ik. Hebben jullie al conclusies kunnen trekken of zijn jullie nog aan het discussiëren? Wij zijn nog aan het discussiëren, maar er komen wel een paar gemeenschappelijke delers uit naar voren in ieder geval. Eentje daarvan is toch een gebrek aan informatie, blijkt toch wel. Hè? Hoe steekt de vork nou precies in de steel met betrekking tot de ontwikkeling hier in het dorp? Hè? Qua centrumplan, de top. Blijkt toch dat daar wel wat vraagtekens bij zijn. Van, hoe kan het nou dat het nog niet in gang is? Een rol voor de dorpsraad, denk je? Ja, dat is een lastige. Want het gevoel heerst ook dat de politiek een dermate rol daarin speelt. Dat daar vanuit een dorpsraad moeilijk een stempel op gedrukt kan worden. Die lijnen, weet je dat nooit. Wat is jullie officiële onderwerp? Verkeer en veiligheid. En heftige discussies hoor ik wel, maar komen jullie ook ergens al uit? We hebben een aantal oplossingen die we straks willen gaan aandragen. Maar of die opgepikt worden, ja, dat is de vraag natuurlijk. Zou er voor een dorpsraad een rol weggelegd zijn in zaken verkeer en veiligheid? Ik meende al iets gehoord te hebben van, ja, wij willen wel een dorpsraad. Je hebt een stukje cultuur gehad en we waren nu aan het praten over het onderwijs. En zijn er al bepaalde punten uit de discussie naar voren gekomen? Alle twee onderwerpen zijn er mogelijkheden voor de dorpsraad om daar actief aan te geven van wat de gemeente, wat de bewoners zouden willen. Zijn de meningen nogal verschillend? Nee, eigenlijk komen ze heel gauw in dezelfde richting bij elkaar. Je ziet dat het werkt, hè? Het spreken met elkaar in kleine groepen en dan een goede gespreksleider erbij, dat lukt. En er is, zoals we al in het begin van de avond zeiden,
potentieel genoeg, jongen Gestel. Betrokkenheid is gigantisch hoog. Dat blijkt ook weer wat er vanavond uitkomt. Dus wij kunnen volgens mij heel erg goed voor onszelf zorgen. Ja, het is een geslaagde opkomst. We hadden ongeveer gehoopt dat zoveel mensen aanwezig zouden zijn. Er zijn er rond 60 geweest, buiten de politiek dan. En de gespreksleiders die we zelf hebben uitgenodigd. En het was groot genoeg dat mensen hun zegje hebben kunnen doen. En zoals je net ook gehoord hebt, er zijn genoeg punten voor de dorpsraad in oprichting om mee te nemen. En ik denk dat zeker een dorpsraad levensvatbaar is in Moergestel. Ik hoop ook dat mensen zich hebben aangemeld om in de dorpsraad te participeren. Mochten ze nog thuis zitten en dat graag willen, ze kunnen zich altijd aanmelden. Uit de discussie binnen de verschillende groepjes konden we al merken dat er toch heel veel onderwerpen spelen. Wat ga je nou met al die onderwerpen doen? We gaan ze inventariseren. Maar wat mijn idee is, wat de grootste overeenkomst is, dat er zijn heel veel onderwerpen die er spelen. En dat er een dorpsraad, zeg maar, de vuist die gemaakt is, nog groter kan maken. En ook handhaving is bijvoorbeeld een onderwerp. Van ja, er zijn zoveel dingen die niet gehandhaafd worden in Moergestel. Er is over diverse mensen al commentaar op geweest richting de gemeente. Misschien dat een dorpsraad een grotere vuist kan maken en dat er uiteindelijk wel naar geluisterd wordt. Wanneer gaan we van jullie horen? Januari, de eerste oplage van Moergestel Nieuws. Daar komt sowieso een beetje de evaluatie van deze avond. En wij gaan eerst kerst en nieuw vieren en daarna komen wij weer bij elkaar. En het zal misschien heel even stil worden, maar we blijven er volop mee bezig.